We hebben beleid gevoerd en we willen dat voortzetten. We blijven in de eerste plaats denken aan de mensen met kleine inkomens. Die vooruit helpen. Die beschermen. Ook tegen de ongunst van de tijden in. We hebben goede dingen gedaan, dacht ik zo. Hè? Ja. Ja, geef mij maar de duimen. Nou, als we dat willen bereiken, dan moeten we dat met elkaar een front vormen om te zorgen dat het onderwijs van onze kinderen, dat dat niet wordt aangetast, maar wordt verbeterd. Ik heb liever dat Van den Uyl weer aan het bewind komt. Want Den Uyl is nog wat anders tegenover, die is tenminste voor de werkman. Mensen hebben recht op arbeid. Hebben er recht op om in beroepsarbeid te tonen wat ze waard zijn. De Partij van de Arbeid ondervindt op dit moment veel steun van de kiezers. Den Uyl is daarvan een belangrijk symbool. Meer dan 500.000 mensen demonstreerden opnieuw tegen het dreigende plaatsingsbesluit van de regering Lubbers. Den Uyl sprak in het Zuiderpark en er was hoop. Dag minderheid volgens Lubbers. Dag meerderheid volgens mij. In de tussentijd gaan we even terug naar Joop den Uyl. Een staatsman, een politicus met een lange carrière. Wij zien als politici, wij zien niet meer hoe ontzaglijk veel mensen vandaag de dag inderdaad de kamp hebben met armoede. En een politiek die betekenis heeft, die zou voluit dat moeten zien, een beleid moeten voeren, herstructureren om die tweedeling te voorkomen. Hij is nog geen feit, goddank niet. Maar als we niet een ander beleid voeren, dan zal die een feit worden. En dan zal het niet alleen deze samenleving breken, het zal ons opbreken.